Ja, Sophie van Oudven, hoe heb je de openingsspeeldag beleefd? Voor mij was het extra spannend omdat het toch een seizoen tussenuit was vorig jaar. Dus, en dan tegen Anderlecht starten. De revenge, wraak, gevoel is voor ze toch terug te pakken voor vorig jaar. Die zaten erin bij heel de groep. En dan nog de eerste wedstrijd, dus het was extra spannend. Maar eens dat de opwarming bezig is, dan gaat het altijd wat beter. Dat is vooral voor de wedstrijd dat het moeilijker is. Mag ik misschien zeggen dat die wraakgevoelens misschien iets te hoog lagen en dat jullie bij momenten daardoor misschien wel blokkeerden? Ik weet niet of het dan daardoor komt, maar het klopt zeker dat we de match op bepaalde momenten te emotioneel hebben beleefd. Zeker naar het einde van de wedstrijd, dan wordt het spannender. De wedstrijd is eigenlijk opener, hè, dus veel counters. En dan zijn we wel te emotioneel, hebben we soms gereageerd op bepaalde situaties, waardoor dat je dan eigenlijk minder aan voetballen toekomt. Dat klopt. Gelukkig hield jij daar geen rekening mee, want goed op hoge ballen, lage ballen, ja, noem maar op. Hè. Je was een prima sluitstuk vandaag. Ik denk dat het inderdaad vooral een wedstrijd was waar ik zoveel mogelijk fases moest proberen voorkomen. Dus vooral op diepe ballen en hoge ballen er proberen tussen te komen. Reddingen waren er niet echt bij vandaag. Maar ik voelde me wel zeker vandaag, ook met de ploeg die er stond. Ik was zelf zeker en dan is dat altijd makkelijker natuurlijk om tussen te komen. Mag ik zeggen dat je mij scherper lijkt dan ooit? Dank je. Ik heb ook mijn best gedaan. Ik heb er ook wel harder voor gewerkt dan anders ook. Ja. Ik ben er dan een jaar tussenuit geweest. Niet volledig, maar toch. Ben er vorig jaar heb ik niet veel aan voetballen toegekomen. En dan weet je pas wat je mist. Dus dan terugkomen was eens zo belangrijk voor mij.